Ik ben me gisteren kapot geschrokken. Eva is dominee in een klein dorpje. Hij werd gered door een man die ik niet ken. Wanneer de redder van haar kind een veroordeelde pedofiel blijkt te zijn, komt het dorp in opstand. Maar Eva neemt de man in bescherming. Hij heeft in geen 20 jaar meer een kind aangeraakt. Moeten we nou onze oren laten hangen naar een stelletje pubers die hier wat loze kreten op de kerk spuiten? Duivelse dilemma's. Vrijdag bij Human op Nederland 2.